De leerkrachten van de openbare school Lokaloka in het Parmakaans gebied maken zich zorgen om hun veiligheid en hun spullen. Langer dan 7 jaar worden de leerkrachten geteisterd door diefstal en vandalisme van schoolattributen. Juf Nautsen Ninka zegt dat zij de situatie beu is. De misdadigers worden steeds bruter bij hun criminele handelingen. Voorheen was het zo dat ze 1 of 2 spullen meenamen, maar nu wordt alles vernietigd en laten ze nog sporen achter van hun uitwerpselen. En dit pikken we niet meer. We zijn op zoek naar een oplossing. Laten de mensen, de regering, de minister een oplossing voor ons zoeken. Beveiliging, de school omrasteren, graag. De situatie is te. Volgens Nienke werkt dit gedrag van de criminelen zeer demotiverend. De leerkrachten hebben de erbarmelijke situatie kenbaar gemaakt aan de districtscommissaris Ose Yabini. De DC geeft aan op de hoogte te zijn van deze situatie. Ja, ze waren bij ons gekomen, ja, en het bleek dat er ingebroken was in die huizen van hun. Dat hadden ze aangegeven. En van onze kant, want u weet, het valt onder het ministerie van Onderwijs. Mm-hmm. Maar van onze kant hebben we wel de plaatselijke politie op de hoogte gesteld. En zij waren bezig met het onderzoek daaraan. Mm-hmm. Ja, en we hadden ook contact opgenomen met de inspecteur die belast is met dat van het binnenland, van onderwijs. Mm-hmm. En die had aangegeven dit te rapporteren naar de minister. Yeah. Omdat het iets is eigenlijk dat valt onder het ministerie van Onderwijs. Dus maar van onze kant hebben we wel de aangifte gedaan en de politie was bezig daar. Siomara Main, die 1 jaar verbonden is als leerkracht aan de school, legt uit dat de situatie gisteren is voorgelegd aan vicepresident Ronnie Brunswijk. Hij heeft ons gezegd, hij gaat verder contact opnemen met ons. En dat hij ook gaat kijken waar hij ons kan helpen. Want hij had ook gevraagd voor beveiliging, maar er is niets van terechtgekomen, dus waarschijnlijk gaat hij weer een punt van maken zodat er een oplossing kan komen. En vernietigen ze onze stroomkabels, want er is geen elektra daar. We zorgen voor onze eigen dingen. We kopen onze eigen generator. We zorgen voor benzine. Alleen zodat zij onderwijs kunnen genieten. Maar ze waarderen het niet, want dat alleen kan ik zeggen. Het wordt niet gewaardeerd en dat vernietigen ze ons. Ze urineren ook in onze woningen en dan laten ze alles precies zo achter voor ons. En in zo'n omgeving kan je niet door blijven werken. Het is niet gemotiveerd en je voelt je niet meer prettig en veilig. Er is ons ook eens bedreigd dat hij onze woningen in vlammen zal steken. Een keertje is hij ook met houwer op ons afgerend. En we waren ook met de leerlingen op het schoolterrein en we moesten allemaal rennen. En zo kan het niet door blijven gaan. Elke keer weer hetzelfde. Het gemeenschap is bekend met dit, maar ze doen niets voor ons. Natalie Sintele gaat een stapje verder door te stellen dat indien er geen verandering komt in de situatie, zij niet zullen vertrekken naar hun standplaats. Sintele vindt het sneu dat het ministerie van Onderwijs weinig aandacht besteedt aan het binnenland. We zijn gebeld door mensen van daar en ze hebben toch een paar van die spullen kunnen achterhalen. En ook, we hebben foto's van degene die spullen heeft meegenomen. Iemand van hem, een zusje of een nichtje, heeft toevallig een van die kleren aan. Dus we hebben genoeg bewijzen dat het die mensen zijn die daar op standplaats blijven. Het ministerie van Onderwijs was niet bereikbaar voor commentaar.